Geen gas, dus nul op de meter. Dat heeft 5 jaar geduurd en ja, nou is het er eindelijk en we zijn er trots op. Als je hier op de muur kijkt bijvoorbeeld, geen ouderwetse radiatoren, maar dit soort infraroodpanelen waar de warmte vandaan komt. En dan hebben ze het zo uitgerekend dat gemiddeld over het jaar moet je met dit aantal panelen en met een soort gemiddeld gedrag nul op de meter zijn. Dat betekent wel natuurlijk dat je in de zomer altijd te veel stroom hebt, in de winter te weinig. Dus je moet wel een aansluiting op het net nog hebben. Maar je kan dus zeg maar nul draaien. Dit is de toekomst, dit is het voorbeeld. Als er dus nu iemand in Nederland ergens een nieuwe woonwagen kan zetten, kan je zeggen, ja, zo kan het. Ondanks dat we in een woonwagen wonen, moet je gewoon zien, iedereen is gelijk. Of het nou een huis of een woonwagen is, maakt niks uit. Nou, nog zorgen dat het snel klaar is en dan kunnen we beginnen aan ons nieuw leven hier. En hopen dat alles werkt, hè? Jawel, maar dat komt wel. Dat is niet zo moeilijk.